Het heelal. Dat blijft toch iets gigantisch mysterieus eigenlijk, hè? Ik kan heel moeilijk vatten hoe groot dat is en wat daar eigenlijk allemaal speelt. Wat voor fenomenen dat er allemaal zitten. En blijkbaar zijn er ook nog dingen waar we totaal niks van weten. Helemaal niks. En dat kriebelt natuurlijk bij wetenschappers, want die willen altijd alles weten. En dus, ja, ze hebben er toch wel iets op gevonden. Ja, inderdaad. Dit. Zag je dat? Nog eens? Kijk, dat is een neutrino. En die neutrino's die komen eigenlijk uit de verste krachten, verste uithoeken van ons heelal en die komen nou hier op aarde vallen. Wij zijn de Universiteit van Vlaanderen en we hebben afgesproken met Krijn de Vries, professor in de astronomie, hier op het dak van de VUB. Om het over die belachelijk kleine, onzichtbare neutrino's te hebben. En over ons heelal, natuurlijk. Want wat leren die neutrino's ons nu over de diepste krochten van het heelal? Ja, om daarachter te komen, moeten we eigenlijk eerst even kijken wat een neutrino nu eigenlijk is. Een neutrino is een fysisch elementair deeltje. Dat zijn eigenlijk de allerkleinste bouwstenen die we kennen. En alles is daaruit opgebouwd. Ons heelal, wij zelf, de aarde. Je moet er wel even opletten dat we het neutrino niet gaan verwarren met het neutron. Het neutron samen met het proton, ja, die bouwt onze atoomkern op. En daarom heerst zweven dan weer onze elektronen. En ja, die zijn eigenlijk nog vele malen groter dan het neutrino zelf. Een neutrino is eigenlijk een heel bijzonder deeltje. Een neutrino vliegt overal dwars doorheen. Het heeft geen lading en het interageert, nou ja, dus vrijwel niet. En dat is zo bijzonder dat het neutrino zelfs door onszelf heen vliegt. Het neutrino vliegt door jullie heen, door de tafel, door de lucht, door de boom, door deze drie hardwerkende studenten, door de aarde. En het komt er zelfs aan de andere kant van de aarde, kan het eruit komen. En ze zijn met veel. We worden bijvoorbeeld constant neutrino's geproduceerd in onze eigen zon. En die neutrino's, ja, die vliegen hier natuurlijk ook richting de aarde. Zo vliegen er bijvoorbeeld op dit moment miljarden neutrino's per seconde door mijn duim en nog veel meer door mijn eigen lichaam. Maar neutrino's worden niet alleen in de zon gemaakt. Sommige ontstaan ook hier op de aarde, in bijvoorbeeld kernreactoren, in bananen en zelfs in je eigen lichaam. En ook in het heelal, nog veel verder dan de zon. Er komen hier op aarde zelfs neutrino's toe die gemaakt zijn in de allerverste uithoeken van het heelal. En daar is Krijn vooral in geïnteresseerd, in de neutrino's die van heel ver komen. Hier op aarde leven we eigenlijk in een, nou ja, vrij rustig deel van ons heelal. Maar het zijn ook omgevingen waar bijvoorbeeld, nou ja, zeer veel sterrenontploffingen plaatsvinden of supermassieve sterren die ontploffen en die schieten dan een groot gedeelte van hun energie binnen een paar seconden ons universum in. Want omdat die neutrino's onderweg met zo goed als niks interageren, komen ze hier ongeschonden aan op aarde. Ze bevatten informatie, zeg maar, van de plek waar ze vandaan komen en die informatie is onderweg niet veranderd. Dus door die neutrino's te bestuderen, kan Krijn meer te weten komen over de verre uithoeken van het heelal. Wat we bijvoorbeeld graag zouden willen weten is, als ik zo'n supermassief zwart gat neem en daar komen bijvoorbeeld die sproeiers van die deeltjes, die komen daaruit. Waar komt die sproeier vandaan? Hoe wordt die eigenlijk gemaakt? En waar komen onze neutrino's dan vandaan vanuit die omgeving? Iets wat we bijvoorbeeld ook nog niet weten is, ja, wat is donkere materie? En iets wat zou kunnen is dat donkere materie bijvoorbeeld neutrino's produceert binnen die omgevingen. En daarmee zou het neutrino ons dus iets over donkere materie kunnen leren. Of, wie weet, komt Krijn onverwachts nog iets totaal onbekend tegen in het heelal. Dat zou dus ook nog kunnen. Maar om neutrino's te bestuderen, moet je ze op een of andere manier kunnen vangen. En dat is een behoorlijke uitdaging. Maar het kan, met massa's water of ijs. Wat er dan gebeurt, is dat een neutrino die kan gaan botsen met een atoom in het ijs. En dat geeft dan een lawine van deeltjes. Die deeltjes die schieten door het ijs en daarbij bewegen die dus eigenlijk sneller dan het licht zich voort kan planten in het ijs zelf. En daardoor krijg ik een lichtflitsje, zogeheten Cherenkov-straling. Oké, dus heel af en toe botst zo'n neutrino dat uit het heelal komt tegen een atoom. En dan, ja, dan is het feest bij Krijn en zijn collega's. In 2013 hebben we dus voor het eerst hoogenergetische kosmische neutrino's waargenomen. Op de Zuidpool hebben we 86 gaten van 2,5 kilometer diep in het ijs geboord. En in ieder gat hebben we aan een grote kabel 60 lichtsensoren of ogen laten zakken om dat lichtflitsje na de interactie van een neutrino te meten. Hoe ziet zo'n oog er nu uit? Dat zien we hier. Dus wanneer een neutrino botst, geeft het een lichtflitsje af. En dat lichtflitsje, dat is eigenlijk wat we meten met dit oog. We zien nooit het neutrino zelf. We zien altijd de afgeleide deeltjes na de botsing die het lichtflitsje geven. We weten nu ook direct waarom we deze detector niet in rots plaatsen, maar in ijs. Simpelweg omdat licht niet reist in die rotsen. En
Hiermee hebben we dus die eerste hoogenergetische kosmische neutrino's gemeten. Het zijn zo zeldzaam. In het begin werden die vernoemd naar Bert, Ernie en eigenlijk de hele Muppet Show is voorbijgekomen. En met zeldzaam bedoelt Krijn dat er ook echt maar een aantal keer per jaar is een van die interessante neutrino's botst in die kubieke kilometer ijs. Dus hebben Krijn en zijn collega's nagedacht over een nieuwe methode om hun kansen toch wat te vergroten. Daarvoor zijn we hier aan de VUB bezig om een nieuwe technologie te ontwikkelen om die neutrino's of eigenlijk de afgeleide van de botsing van een neutrino te kunnen zien. En wat we daarvoor gaan gebruiken zijn radiogolven. Radiogolven reizen 10 keer verder in ijs dan licht. En dat betekent dat wij veel meer volume kunnen bestuderen en zo meer neutrino's kunnen vangen. Oké, dat ging wel even heel snel. Misschien niet sneller dan die neutrino's door mijn vinger, maar toch. Neutrino's vangen met radiogolven. Hoe werkt dat juist? Het is eigenlijk hetzelfde zoals wij een vliegtuig detecteren via een radarsysteem. Een radarsysteem zendt constant radiogolven uit. Wanneer er dan een vliegtuig voorbij komt, weerkaatst die radiogolf via dat vliegtuig en die weerkaatsing die meten wij. Aan de hand van het signaal wat wij dan meten, weten we waar het vliegtuig was, welke snelheid het vliegtuig had en welke richting. Wij gaan nu hetzelfde doen met een neutrino in het ijs. We gaan constant radiogolven uitzenden in het ijs en wanneer een neutrino daar een botsing maakt, krijg ik een lawine van deeltjes die je spoortje achterlaat. Die radiogolven die ik aan het uitzenden ben in het ijs, die gaan botsen op dat spoortje en vervolgens weer kaatsen en terugkomen in mijn detector. Oké, maar een radiogolf tegen een vliegtuig laten botsen, dat lijkt mij dan nog een pak makkelijker dan tegen zo'n mini deeltjespoor uit de botsing van een neutrino met een atoompje, niet? Wat we doen is best wel uitdagend. Nu hebben we geluk, want die neutrino's van ons, dat zijn elementaire deeltjes, maar die hebben gigantische energie. En dat betekent dat die voldoende energie hebben om eigenlijk de sprong te maken van onze microscopische elementaire deeltjeswereld naar ja, eigenlijk onze wereld van ons dagelijks leven, de macroscopische wereld. En dat is best wel een bizarre sprong. Wat er gebeurt is dat neutrinospoor die botst, dat geeft ons die lawine en dat spoor zelf is ongeveer 10 meter lang. En dat betekent dat ik wel een macroscopisch object heb om van te gaan reflecteren. Oké, klinkt goed. En staat er al ergens op de wereld zo'n neutrino-detector op basis van radiogolven? Of moet die nog gebouwd worden? Momenteel zijn wij in Groenland, in het ijs, een detector aan het bouwen. En technologie hiervoor hebben wij hier op de daken van de VUB ontwikkeld. En inderdaad, componenten van deze detector zijn nu in Groenland om in ons experiment verwerkt te worden. Of dit gaat lukken en wat we daar allemaal gaan ontdekken, dat ga ik jullie over een paar jaar vertellen. Die neutrino's, ik vind ze oprecht razend interessant. Dus ik ga mijn agenda erbij pakken om mijn volgende afspraak met Krijn al vast te leggen, zodat ik alles te weten kom wat hem daar op Groenland heeft ontdekt. En vind jij het heelal ook zo interessant? Dan heb ik voor jou een playlist samengesteld hier over het heelal. Heel veel plezier ermee, zou ik zeggen. Dat was het. Ja, ik deed zelf ook wel dit aan tijd. Ja, dat is dat je niet.